Nacht sind nun die kalte Rinde und rieselst froh und frei dahin. Een eerste cd maak je natuurlijk maar één keer. En in het proces waarop je nadenkt van ja, die cd, hoe wil ik die maken, wat moet daarop? Je doet het maar één keer, het moet goed zijn. En dat denkproces werd eigenlijk eventjes verstoord door het grote nieuws van Piano's Manen en Barenboim, die een rechtsnarige piano lanceerde. En hoewel ik zanger ben en een beetje piano speel, ben ik eigenlijk een pianofreak. En ik werd helemaal opgezogen door het concept, omdat ik al langer vond dat zoiets gemist werd. En die piano kwam langs en ik had zoiets van, daar moet ik iets mee doen. Ik moet er iets mee doen. Eerste cd moet het kloppen. Ik moet er iets mee doen. En van het een kwam het ander. Want toen bleek, wat ik nog niet wist, wat misschien nog veel mensen niet wisten, was dat er nog een ander model rechtsnarige piano aankwam. En dat het een kamermuziekpiano was, de Chamber Music Grand. En toen klopte het plaatje eigenlijk helemaal. En werd ook het repertoire duidelijker, want ik had ook zoiets van, oké, die piano bestaat, wat moet ik nu opnemen om ervoor te zorgen dat die componist zich eigenlijk echt weer tot leven zou willen komen om het zelf te zien. En dat is een cd die ik samen met Peter, waar ik blij van ben dat ik die samen met Peter heb kunnen maken, is een cd met Schubert-liederen, Schumann en Brahms, rond het thema van de lente. Het is te zeggen, het dromen naar de lente, Frühlingstraum. Op een piano waar de componisten het eigenlijk zelf van hadden willen meemaken. Om te beginnen, deze piano geeft ons een heel mooie natuurlijke balans op het podium tussen zanger en pianist. Maar daarnaast is hij ook heel genereus in de kleuren die hij aanbiedt. Ik kan als het ware gaan meekleuren met de zanger binnen de verschillende tessituren. En dat is ook natuurlijk mogelijk door de verfijning van de piano, het delicate, het fijngevoelige. Maar anderzijds ook de transparantie in de klank.